Ons land bestaat voor een groot deel uit water. Medewerkers van Rijkswaterstaat werken dag in dag uit om alles op en rondom de vaarwegen in goede banen te leiden. In de serie Helden te Water krijgt Telegraaf TV een exclusieve inkijk in hun werk. Goedemorgen. Deze week zijn we bij de Lorentsluizen op de Afsluitdijk. In de zomermaanden is het hier een drukte van belang met vooral veel recreatiebootjes. Pas niet meer. Stewards Maarten en Peter zorgen ervoor dat er ondanks de drukte geen chaos ontstaat. Zou je zo ver mogelijk aan het eind willen aanmeren? En dat de twee sluizen zo goed mogelijk worden gebruikt. Ik probeer er zoveel mogelijk kleintjes nog bij in te krijgen. Ja, het is soms passen en meten. Echt elke seconde van de tijd dat er een boot inkomt, moet je 100% scherp zijn. Dit zeilschip was toch iets groter dan verwacht. Maar het is allemaal goed gekomen, dus... De deur kan nu dicht? Ja. Wat je ziet bij de sluizen is dat grote en kleine schepen in eigenlijk een kleine ruimte moeten manoeuvreren. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Nou, er kunnen soms gevaarlijke situaties ontstaan. Het kan ook zijn dat er daardoor wachtrijen ontstaan. Dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen. En waar zo'n steward dan op let, is inderdaad dat hij mensen aanwijzing geeft, de schippers aanwijzing geeft waar ze moeten liggen. Eventueel het touw aannemen, aanwijzingen van de sluismeester doorgeven, zodat alles vlot en veilig verloopt. Dat het varen in een sluis moeilijk is, blijkt als deze schipper geen controle meer heeft over zijn zeilboot. Die ging alle kanten op, die knalde tegen dingen op. En volgens mij is die man gewoon in paniek gesprongen en wist even niet meer wat hij moest doen. De grote boot erachter moet uitwijken en knalt bijna tegen de kant op. Peter bedenkt zich geen moment en grijpt direct in. Ik dacht, als ik nou met mijn voeten hem nog af kan stoten, dan kan hij ook nergens tegenaan knallen en is er ook geen schade aan de boten. Mijn collega is toen zo snel mogelijk naar de andere kant toe gerend om daar klaar te staan om het touw aan te pakken. Ze hebben het zo snel mogelijk nog kunnen redden. Dat had best wel fout kunnen gaan. Dan zie je dat het wel nuttig is dat we hier staan, zeg maar. Iemand had schade gelukkig en iedereen was weer bijgekomen. Dus dat was mooi. Als er iets mis is, zijn we hier altijd om te helpen. Dus als er iets misgaat, dan kun je de blije gezichten die je dan krijgt, als het opgelost is, dat vind ik wel het mooiste.